Hoi, welkom bij een nieuwe vlog van de voorstelling Zwart Water van Toneelgroep Maastricht. Ik ben nu op locatie in het Emmaus in Tegelen. Een prachtige locatie. Ik sta nu eigenlijk op de vloer waar gespeeld gaat worden. Je ziet allemaal kerkbanken waar het publiek dan mag gaan zitten. En ik was vanmiddag ook bij een repetitie. En laten we daar eens naar kijken. Ja, het is hard werken. Dat was ik niet gewend. Ja, het hard werken wel, maar het zo lang repeteren was ik niet gewend. Dus dat was eerst inkomen, de draad weer oppakken. Want het niveau is heel hoog. Het niveau is echt heel hoog hier. En toen moest ik even mijn weg zoeken. En dat heb ik uiteindelijk gevonden. Dus nu vind ik het ook nog erg leuk om te doen ook. Ja, het gaat ontzettend goed. Ik ben heel blij dat we hier nou zijn. Dat we eindelijk in de eigen ruimte, daar waar de voorstelling ook gaat spelen, dat we daar mogen proeven. Het is heel anders dan het repetitielokaal. De ruimte is groter. De akoestiek is heel anders. Het gevoel is anders. En daar moet je als acteur, is het heel belangrijk dat je daar op een gegeven moment ook echt in kan werken. En dat je de scènes daar kan spelen. Het is echt een thriller. Het is echt spannend. Ik begin toch gelijk al bij de eerste scène. En dat is dan ook aan ons om dat steeds zo vast te houden. Dat het publiek daarin meegaat. Van, oh jee, zij zijn zeg maar iedere keer een stapje voor. Zij weten wat er gaat gebeuren. Of ze hebben het idee dat er iets gaat gebeuren. En wij moeten dat zeg maar en daarin meespelen. En ik vind het heel spannend. Ik vind het ook heel mooi mijn collega's, hoe moet ik zeggen, noemen mijn spelers, daar medespelers in zien te groeien ook. Je ziet ze groeien in hun rol. En dat is een proces. Ja, dat is een heel proces en dat vind ik heel fijn om te zien. We zijn nu aan het werk dan met de regisseur, met Pieter, en die probeert heel erg om die spanning die erin zit, om dat ook voelbaar te maken voor het publiek. Dat ze live aanwezig zijn bij dat gebeuren. Dus met dat wij het meemaken, maken zij dat ook mee. Dat is de eenheid van tijd. Dus eenheid van tijd, het is eenheid van plaats. We zijn allemaal tegelijkertijd in diezelfde ruimte. En we beleven hetzelfde verhaal eigenlijk. Alles is gewoon.